Hey, vandaag een eerste filmpje over de Egyptische samenleving, want daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. En de Egyptische samenleving is bij mij toch wel echt mijn favorite van het eerste jaar, omdat het de eerste cultuur is met zo heel veel religie, met die coole goden, met tempels, met al die verhalen. En dat spreekt wel meer tot de verbeelding. En eigenlijk heel dat land, alles van die oude culturen, dat is er maar gekomen omdat daar een grote rivier in de buurt ligt en dat is de Nijl. En uiteraard gaan we dus eerst daar ook starten om eens te kijken naar hoe de beschaving eigenlijk in elkaar zat. Vandaar dus dit hoofdstuk Leven en werken aan de Nijl. Het gaat dus over domein economie, want je hebt vier domeinen: economisch, politiek, cultureel, sociaal. En in dit geval is eigenlijk het economische de basis waarmee we starten. Bij Leven en werken aan de Nijl zit een periode van 3500 voor Christus tot 800 voor Christus. En dat valt dus samen met het tijdvak het oude nabije Oosten. Waar we ook al spraken bij de vorige samenleving bij Mesopotamië. Dat zijn de twee oude culturen die we zien in de oude nabije Oosten. En eigenlijk, ja, Egypte is toch een van de culturen waar je normaal gezien wel iets van kent. Als je kijkt naar die afbeelding, moeten daar toch wel zaken zijn dat je ooit van iets van hebt gehoord. Je hebt rechts onderaan zo'n mumie bijvoorbeeld. Links bovenaan, mijn keel zit wat vast. Links bovenaan een afbeelding van een dode masker van een farao met heel veel goud erin. Op de voorgrond een aantal goden waar we later op terugkomen. En in de achtergrond die omgekeerde frietzakken precies. Dat zijn de bekende piramides. In dit geval die van Gizeh. Dus die vlakbij de stad Cairo staan. Hè. En eigenlijk, ja, al die dingen die kunnen maar komen omdat de Nijl daar in de buurt ligt. Dus vandaar de onderzoeksvraag: welke rol spelen de Nijl in het leven en werken van de Egyptenaren? En de Nijl, als je van bovenaf bekijkt, vanuit de ruimte zelfs, is dat toch heel erg duidelijk. Hè? Dat contrast tussen de woestijnachtige omgeving er rond en dan de vruchtbare lotus, zoals ze dat wel graag noemen, de groene ader doorheen die woestijn, dat dus de Nijl vormt. Hè? Die Nijl die begint ergens natuurlijk, hè, want dat heeft een bron, dat heeft een monding. Die mondt uit in een zee, dat is dan de Middellandse Zee. En dan zie je daar ook de hoogte, dat is op 5 meter van zeeniveau. Dus eigenlijk echt wel gewoon zeeniveau. En die komt van een hoger gelegen gebied. Want zo waar dat, precies dat bladje daar zit, in die afbeelding, als je daar een lotusbloem in ziet, dan zit je al op een hoogte van 200 meter en die groeit zelfs verder naar 425 meter boven zeeniveau. Want dat komt eigenlijk omdat het uit verschillende delen bestaat, die Nijl. Dat kent zijn oorsprong aan het Victoriameer, een prachtig meer. Je ziet die watervallen een keer, wauw. Ja, ik ben wel dus excited als ik dat zie. Het Victoriameer, dat op de kaart daar rechts onderaan ligt, zo ter hoogte van het huidige Oeganda. En het is daar dat dus bij de overstromingen, de hoge regenvallen, er heel veel water naar beneden dondert en dan de Witte Nijl vormt. Het is daar dat er heel veel zuurstof en zo in die Nijl komt. Een beetje verder op de kaart stroomt die samen met de Blauwe Nijl. En het is dus die samenstroming die ook zorgt voor overstromingen. Het is hier dat er heel veel modder, vruchtbaar slib en zo bijkomt, die dus later de Nijl zelf vormt. Hè. Je ziet ook op de kaart iets nieuws, dat is iets dat er vroeger niet was, maar dat is de Aswandam. Dat is dus daar in het huidige Egypte. En de Aswandam die is gebouwd om vandaag die overstromingen, die vroeger zo belangrijk waren bij die oude Egyptenaren, om die overstromingen vandaag de dag eigenlijk te stoppen. Dat is ook een energiecentrale waar je dan met dynamo's en zo stroom kunt opwekken. Dat is een te lang verhaal dat eigenlijk hier weinig ter zake doet, maar gewoon die dam die stond er vroeger niet. Hoe dat die Nijl er eigenlijk vroeger echt uitzag in die tijd, heb ik een fantastisch hulpmiddeltje klaarstaan. En dat is Assassin's Creed Origins. Jawel, bij Egypte gaan we heel veel mee werken. Dus ik stel voor dat we daar eens naar gaan kijken, dat je echt eens ziet wat voor een vegetatie is daar en welke rol speelt dat in de oude Egyptische leven. We gaan eens kijken. Volasse, hier staan we dan aan de Nijl. Kijk eens wat een view. Waaah. Is toch niks mooier dan dit, hè? Dus je ziet hier de woestijnachtige omgeving met dan de Nijl die daar doorstroomt met toch al wat bootjes die erop varen. En je ziet ook al aan de oevers die landbouwsamenleving daar ontwikkelt, hè? Dus we gaan daar wat dieper op inzoomen. Dus hier staan we dan, zo bij de ijs, één voetje naar boven. Ik zie daar een bootje, dat is ook een papyrusbootje. Ook een belangrijke klemtoon dat ik wil leggen is dat dit spel niet dateert uit de periode van het Oude Nabije Oosten, maar uit de klassieke oudheid, wanneer de Grieken en dan later ook zelfs de Romeinen
hier aan de macht waren. Hè. Dus daar is ook zo'n papyrus bootje. Deze bootjes zijn echt zo de oude Egyptische boten. Die zijn niet echt zeewaardig, want dat was puur om die Nijl op en af te varen. En je ziet, ja, dat is heel fragiel. Hè. Met ook al wat landbouwproducten aan de zijkant. Maar de Nijl ook, ja, de beste manier was om zaken te vervoeren in die periode. Want over land, met alles van die woestijn en zo, is dat toch wel redelijk moeilijk om dingen te transporteren. Hè. Terwijl je ziet wat die in het waterspot, ah, daar is al, dus je ziet daar een grotere boot. Rechts, dat is zo'n boot uit die Romeinse periode. Dus dat is niet uit de periode van de Egyptenaar. Belangrijke klemtoon, hè, dat je moet leggen. Ik zag daar juist ook al een beestje, denk ik. Hè. Dan ga ik hier spotten. Aha, daar, kijk eens aan. Dus een van de dieren dat je veel in de Nijl gaat zien, denkt ook zijn naam eraan. Kijk eens, wat een sexy ass. Een Nijlpaardje die daar elegant is aan het rond te rippelen. Die waren dus ook in deze versie, valt die mij niet aan. Want ja, het is een Discovery Tour. Hè. Ik wil niet altijd diertjes kapot maken. Maar oh, kijk dat beeld eens. Wauw. Met die piramide in de achtergrond, de ondergaande zon, daarachter. Daar word ik even stil van. Dus ja, we gaan wel verder op onze tocht doorheen de Nijl. We gaan niet zo heel ver doen, want het is gewoon dat je een impressie krijgt van die Nijl. Ja, hoe groot dat die was en vooral welk impact dat had op het leven van de Egyptenaren. Maar dat ga ik nog wel uitleggen in dit filmpje. Je ziet er nog andere dieren naartoe gaan. Hè? De flamingo's die er ook wel zaten. Die nu allemaal even wegvliegen. Zie een keer. Dus iedere keer dat ik dat spel speel, dat ik altijd zo onder de indruk ben van... Ja, het is geworden. Hè? Ik ga eens proberen om in die troep flamingo's te vliegen. Ik denk dat dat gaat lukken. Check ook onderaan die landbouwnederzettingen. Het is daar het over gaan. Hier, kijk die flamingo's. Er wordt er ook in het spel gekozen door een valk, want een valk stond symbool voor de god Horus. En Horus is een van de belangrijke beschermers van de farao. Dus vandaar de valk. Je ziet dus ja, nog meer van die nederzettingen. Hè. En als we daarboven gaan, zie je ook de vakjes van de irrigatie, waarover we hebben gesproken bij Mesopotamië, dat ook hier weer naar voren gaat komen in dit filmfragmentje. Hè. En de piramides bovenaan als eindshot. Kijk eens aan. Ik zie vooral heel duidelijk dat contrast tussen woestijn en het gebied aan de Nijl. Ik krijg er altijd al de kriebels van, hè, van die fragmenten van Assassin's Creed. Allee, ik het toch, dat al die spellen uitkwamen, zo, what? Dat is zalig voor mijn lessen en voilà, kijk, ik kan ze gewoon gebruiken. Hè. Maar bon, we hebben die Nijl gezien, we gaan eens kijken welke producten dat die Nijl eigenlijk voortbracht. Want er zijn heel veel zaken waarvoor de Egyptenaren dat gebruikten. Onder andere vooral het zout dat je eruit kan halen. Het is eigenlijk aan de monding een heel zoutige rivier, maar dat ook uitmondt in een zee. En met dat zout kan je heel veel doen, want zout dat haalt vocht uit materie, ik zal het maar zo noemen. Bijvoorbeeld als het vriest, wordt er zout op de baan gestrooid om het vocht eruit te halen. Maar ook om eten langer bij te houden, zoals rechts onderaan die vissen. Als je dat heel hard zout, dan gaat dat minder snel rotten, kan je dat langer bijhouden. En links, precies die schildpad van Kung Fu Panda, zo, als zijn schildje komt. Een beetje erg dat zeg, maar dat is een mummie. Want ook bij mummificatie wordt zout gebruikt om het lijk uit te drogen, dat dat minder snel rot. En dat is een mummie van een heel bekende Egyptische farao, dat is de farao de Ramses. En je ziet ook dat hij eigenlijk heel goed bewaard is gebleven. Hè? 2000 jaar oud en dat ziet er eigenlijk beter uit dan sommige mensen dat je vandaag op straat ziet. En ook zal dat niks ziet er zo wat raar uit. Maar kijk, zelfs dat haar, dat ooglid, die lippen, het is allemaal een beetje verrimpeld en zo. Maar als dat zo oud is, ja, is dat wel redelijk logisch. Hè? Dat is gewoon mega goed bewaard. Dankzij die mummificatie, waar we ook later nog over gaan spreken. Hè. Voor de rest, aan die oevers groeit de papyrusplant. En daar werd papyrus natuurlijk mee gemaakt. Hè. In Mesopotamië schreven ze vooral op kleitabletten. En hier in Egypte heb je die papyrusplant. Dus gaan ze met die papyrusplanten, dus eigenlijk een soort van blad maken. Hè. Papier, papyrus. Dat ze dan in lagen op elkaar plakken en dan daarop schrijven. Er zit ook heel veel vis in die Nijl. Of toch zat heel veel vis in de Nijl. Ik weet niet wat daar vandaag is. En de vis was, gewoon visvangst was heel belangrijk voor de Egyptenaren om aan voedsel te komen. Want in die vegetatie, woestijnachtig klimaat, is het moeilijk om heel grote kuddes vee en zo te houden. Hè. Dat is allemaal wel logisch.
Maar het belangrijkste aan die Nijl is dat dat slib meebrengt bij de overstromingen. De vruchtbare brei die ervoor zorgt dat je daar een landbouw kan doen, want de rest van die omgeving is eigenlijk vooral woestijnen. Nu, het leven aan die Nijl heeft niet alleen voordelen, want dat brengt ook heel veel gevaren met zich mee. Zoals dieren die daar leven, denk maar aan een cobra. Dus als je daar rustig op je akkertje bent aan het werken, je hebt plots een cobra die zo... Of toch, ja, het is plus een kat, maar pakt een cobra die zo verschijnt met die flapjes open en zo wat erg genuidig te spuiten met zijn gif. Dat is niet zo prettig. Maar dat is ook een dier dat heel imposant, zo heel trots, met zijn nek rechtop staat. En het is dat dat ook later... een toonbeeld werd van de farao. Je ziet rechts zo'n een afbeelding van een dodenmasker. Je ziet daar twee symbolen op. Dat is een gier en dat is een cobra. De symbool van Opper en Neder Egypte. En dus één daarvan is die cobra. Dat straalt wat goddelijke uit. En ook dat hoofdtiksel heeft precies wat de vorm van die cobra. Dus eigenlijk die gevaarlijke dieren, de Egyptenaren hadden daar wel veel ontzag voor. En die gaan daar zelfs heel veel dingen van uithalen om in hun eigen cultuur en zo te steken. Hè. Wat daar ook heel veel zat, waren krokodillen. Dat is ook heel gevaarlijk natuurlijk. Hè. Een van de oudste diersoorten, want die waren er al ten tijde van de dino's. Die zitten daar ook vredig wat rond te dwalen, wachtend op een lekkere snack. Nijlpaarden, natuurlijk ook heel bekend. Hè. De Nijlpaarden, die dat daar ook in zitten. Ook eigenlijk best wel gevaarlijk. Een van de dodelijkste dieren van Afrika. Hè. Je zou niet denken, dat is precies zo'n schattige big boy. Maar eigenlijk, ja, ik zou het toch niet gaan knuffelen. Je ziet daar ook een leeuw naartoe springen. Ik zie dat in de realiteit niet zo vaak gebeuren. Dat leeuwen zo naar Nijlpaarden toe springen. Het is meer wat fotografisch. Maar ook leeuwen zaten er toen veel meer in Egypte dan vandaag de dag. Dus toch heel veel bedreigingen. En al die dieren die werden dus ook in de goden gestoken, zoals deze, dit prachtige exemplaar. Een van mijn favorieten, Amemait of Amit. Je kunt het eigenlijk niet echt weten, want Egyptenaren hadden geen klinkers, dus het is wat gissen. Maar dat is een mengeling van de gevaarlijkste diersoorten uit het oude Egypte. Je hebt, als je zo links achteraan die muur ziet, zie je daar een echte oude afbeelding van. De voorgrond is een moderne artwork. Dus op de achtergrond zie je de drie delen. Hè. De voorkant is het kopje van de krokodil. Voorste deel van het lichaam is een leeuw. En achterste deel is een nijlpaard. Soms ook, zoals hier, met die adaptatie met een krokodillenstaart. Maar die drie gevaarlijke dieren daarin gemengd. En Amemait of Amit was een van de goden in het hiernamaals die je ziel opfret als je slecht hebt geleefd. Dus eigenlijk een dier waar de Egyptenaren heel... Of ja, een god waar de Egyptenaren heel bang voor waren. Want ja, je wilt natuurlijk niet verscheurd worden. Hè. Je wilt natuurlijk gewoon naar het hiernamaals kunnen gaan. En ja, die Nijl heeft dus heel veel impact, maar is dus ook heel belangrijk in die vroege landbouwsamenleving. Want de landbouw was toen een belangrijke bron van inkomsten. Al dan niet de belangrijkste. En er werd hier, net zoals in Mesopotamië, vooral graangewassen geteeld. Je hebt daarvoor verschillende periodes. We gaan eerst even die periodes overlopen voordat we met Assassin's Creed gaan kijken hoe dat er eigenlijk allemaal uitzag. Je hebt aan de basis een overstromingstijd. Dus als de Nijl overstroomt, is er vruchtbaar slib dat op de akkers wordt achtergelaten. En dat is vooral tussen juni en september. Hè. Je ziet dat er heel veel water, het water stijgt zelfs tot 7 meter hoogte, dat er heel wat onder water komt te staan. Dat slib blijft achter en voedt eigenlijk het land. In die tijd kunnen boeren weinig doen op hun akker, want ja, hun akker is onder water. Dus die gaan heel vaak helpen met bouwwerken. Zoals hier een bekend exemplaar. Zie je, de piramides. In verhalen wordt vaak verteld dat dat door slaven werd gebouwd. Maar dat is eigenlijk vooral door boeren die voor de farao daar gaan werken. Hè. Hier zie je een farao. Als je niet wist wat dat was, dat is eigenlijk de koning van de oude Egyptenaren. Die noemde dat geen farao. Want een farao is de naam farao is eigenlijk veel later eraan gegeven. Dat was eigenlijk gewoon een soort koning. En de boeren die moesten dus gingen meehelpen om die piramides en andere bouwwerken te maken, hè, met simpele werktuigen, zoals dat je hier ziet. Nadien, als dat water is weggetrokken, je land is gevoed, heb je de zaai- en irrigatietijd. Dan ga je, ja, natuurlijk zaaien en irrigeren. Dat is de periode van oktober tot januari. Je ziet dus dat water zakt. En dat is met al die kanaaltjes, met die schotten, met die shadoofen en zo, dat we al hebben besproken bij het vorige thema, bij Mesopotamië, of bij de lesvideo over irrigatie. Nadien is een toffe tijd, want dan is de oogsttijd. Dan ga je dus eigenlijk gewoon alles dat is gegroeid gaan afplukken en dan heb je je opbrengst van je landbouw. Dat is in de droogste periode, tussen februari en mei vooral. En dan begint weer de overstromingstijd en gaat het weer allemaal opnieuw. Hè? En het is ook met heel veel van die overschotten van de landbouw
dat er later aan handel werd gedaan. We gaan eens kijken naar Assassin's Creed. We hebben dan Discovery Tour, dat je kan volgen over de landbouw. Die gaat redelijk breed, maar die laat het toch wel goed zien. Ik ga daar geen commentaar geven bij, want ik heb eigenlijk ondertiteling gemaakt dat normaal gezien duidelijk genoeg is. Dus we gaan eens zien, hè. While crops were cultivated in different oases around the desert, most of the arable lands were near the Nile. Two types of cereal grain were cultivated, barley and an ancient wheat known as emmer. These two key ingredients contributed in establishing bread and beer as the staple of the Egyptian diet and the basis of its economy. The Ptolemaic era created an agricultural revolution with the introduction of advanced agricultural techniques and new grain types such as rice, durum wheat, and pearl millet. The resulting agricultural mass production greatly increased the economy of ancient Egypt. It also prompted the development of storage and transportation, allowing long-distance trade with other regions. Both bread and beer rations were part of a system of barter payment. The state used those goods to pay wages for those who worked in the quarries and at the construction sites. Beer was so important to ancient Egyptians, they had a goddess of beer brewing, Tenenet. Tenenet is seen in many paintings and sculptures with beer, and women are depicted as the primary beer makers. In order to increase agricultural production, fertile land was divided into plots and large agricultural villages were encouraged. The state and temples were the biggest landowners. Depending on the region, fertile land was managed by civil servants or rented to individuals. Ancient Egyptians relied on rudimentary tools for land cultivation. Soil was broken down with hoes, and wing plows were used to make furrows. The three seasons known as Akhet, Peret, and Shemu corresponded to a specific phase of the agricultural process and the river's natural changes. Akhet was the time of the flood, beginning with the appearance of the star Sirius in July. Peret was the time when lands were cultivated, plowed, and sown. This fell between October and November. Shemu ran from May to September and was when harvesting and taxation began. The pharaoh's duty was to uphold order against chaos and provide for his people. Priests and local governors also wanted to appear as protectors of the people. However, any variation in the Nile's seasons could cause water shortages. This had devastating consequences on wheat and barley crops. The pharaoh, administrators, and priests knew they needed to demonstrate their ability to prevent such a catastrophe from happening. And so they invented the story, which would be inscribed upon the famine stela.
The story begins with the pharaoh worried for his people. The Nile hasn't flooded in years, and his people are starving. In search of the origins of the flooding, Djoser seeks out Khnum, the protector god of the region and the source of the drought. Djoser gives the god offerings and orders his priests to restore the temple of Khnum. These offerings please the god, and the floods are restored. This story was intended to highlight the importance of the deity in everyone's daily lives, while also demonstrating the crucial role that the priests and the king played in feeding and protecting the people of Egypt. Voilà, dat was denk ik wel redelijk duidelijk, hè? We gaan naar de volgende onderzoeksvraag. Hoe organiseerden de Egyptenaren hun economie? Want dat was eigenlijk een heel rijke beschaving. Wel, dat steunde eigenlijk vooral op de boeren. En de boeren die met de opbrengst belasting natura moesten betalen. Dus eigenlijk allemaal zakken graan dat die gingen afgeven aan een centraal punt. Net zoals in Mesopotamië is dat centraal punt in dit geval een tempel. In een tempel had je ambtenaren en die ambtenaren die zaten daar in afwachting totdat dan die boeren bij de oogsttijd afkwamen met hun belastingen in natura. En die schreven het er allemaal proper op wat er werd afgegeven. Vandaar werd het dan later ook herverdeeld. Die priesters deelden net zoals in Mesopotamië een soort magische status omdat die, ja, die konden schrijven. En dat is iets heel vreemd voor de Egyptenaren, want natuurlijk, ja, het merendeel kon dat niet. Daarom noemt dat dus ook een tempeleconomie. Die tempeleconomie stoelt dus op belasting natura, dus alles behalve geld dat daar wordt afgegeven. En dat werd onder andere gebruikt voor voedselvoorraden aan te leggen, vergoedingen van ambtenaren en al die andere zaken daar rond. Dus ook, hè, als er een voedseltekort was, werd er vanuit de tempel graan uitgedeeld en dan lijkt het als de tempel u redt. Ziet het? Dat is eigenlijk zo wat sneaky sneaky, om de mensen zo wat u te laten verafgoden. Heel veel andere producten die werden naar een lokale markt gebracht en daar werd dat geruild voor andere plaatselijke producten. Dus stel je bent een graanboer, of ja, gewoon een boer die graan deelt, hè. Ik weet niet dat dat bestaat, een graanboer, maar wat. Dan kan je naar een lokale markt gaan om een deel van je opbrengst te ruilen voor producten die je niet hebt. Dus daar komen ook handelaars samen. Sommigen die komen van verder en via de Nijl voeren die zelfs luxe producten aan. Dus begint dat toch wat meer een economisch centrum te worden. Een resultaat is dus ook wel, door eigendom, door die lokale markten en zo, dat er een sociale ongelijkheid is. Je hebt bezit, je hebt dus ook een elite. En bij een elite zijn er basis- en luxe producten. Een basisproduct is eigenlijk gewoon iets dat je nodig hebt. En een luxe product is iets dat je niet bepaald nodig hebt, maar dat zowel je sociale status wat verhoogt en dat zo wat fancier. En bij die elite zaten dus heel vaak de ambtenaren, de priesters en natuurlijk de farao. Omdat die aan de top staan van die samenleving. Je had daar dus ook zo'n sociale differentiatie, een standenmaatschappij. Als je niet goed weet wat dat is, check dan dat videootje van Mesopotamië nog eens, want eigenlijk komt daar redelijk goed overeen. En die elite, die onderscheidt zich dus natuurlijk met die standenmaatschappij van het gewone volk, die vooral met basisproducten aan de slag gaan en bestaat uit boeren. Voilà, dat is eigenlijk zo wat alles van economie zo bondig mogelijk weergeven van de oude Egypte. Hopelijk zit er iets mee en zit ook benieuwd voor het vervolg, hè, waar we meer naar de culturele aspecten en zo van Egypte gaan kijken, waaronder mummificaties, tempels, piramides en al die goden. Dus tot dan, hè. Ciao.